Het wordt straks uitkijken voor deze hazen. In dit gebied, tussen Wassenaar en Leiden, moet straks een deel van de Rijnlandroute komen. Het landschap verandert natuurlijk. Je krijgt veel meer geluidsoverlast. De weidevogels die zullen in deze hele strook die je hier ziet verdwijnen. De Rijnlandroute is een zeer veelbesproken onderwerp in het provinciehuis in Den Haag. En dat is omdat het ook politiek interessant is. Bijvoorbeeld de SP die was eerst tegen een autoweg door dit gebied, maar stapte in het college en was toen ineens voor. En de vraag is of die partij daar nu spijt van heeft. Nou, in de kern staat onze kritiek op de Rijnlandroute nog steeds voor een groot deel overeind. We hebben al grote twijfels bij de noodzaak van dat ding. We wachten het oordeel van de Raad van State af. En als er na de verkiezingen partijen zijn die nog eens kritisch naar het project willen kijken, dan sluiten we ons daar natuurlijk graag bij aan. Maar liever niet die weg? Als je maar hard kijkt, liever niet. De coalitie van VVD, CDA, D66 en SP kreeg de Rijnlandroute in deze statenperiode erdoor. En dat wordt de SP zwaar aangerekend. Er is tegen het optreden van de SP bij de mensen die bij de Rijnlandroute betrokken zijn een enorme weerstand. Tja, politiek, het is geven en nemen. Na de verkiezingen is er een goede kans dat de Rijnlandroute weer op de onderhandelingstafel komt. Dus hoe de hazen lopen, blijft nog even de vraag.